De nieuwe aanwinsten op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn via de juiste procedure geschied, zegt minister Reshma Kuldeep Singh. Eerder deze week reageerde de bewindsvrouw op vragen van journalisten door te stellen dat de media vrij is om zaken te verifiëren. Nou, u kunt op mijn ministerie komen kijken hoeveel aantrekkingen ik heb gehad en hoeveel mensen ik heb geaccommodeerd. Ik heb niemand weggehaald. Los van als mensen zich schuldig maken aan zaken, dan worden maatregelen getroffen. Maar er is niemand weggehaald en ik heb heel weinig mensen aangetrokken omdat functies open waren. Hebben we mensen aangetrokken en op mijn ministerie of de manier waarop wij werken is op een selectiebasis. Is op een selectiebasis. Mensen solliciteren, er is een selectiecommissie van directieleden met een formulier. En degene die het hoogst scoort, die komt in aanmerking. Ik heb ook een heleboel sollicitaties op social media geplaatst. Maar wanneer we die sollicitatiegesprekken hebben, dan is het salaris is te laag. De bewindsvrouw geeft verder aan dat vele sollicitanten hoge salarissen willen als zij voor het ministerie moeten werken. Ondanks het nieuwe personeel dat in dienst is genomen, is er nog steeds sprake van een tekort aan personeel en middelen op het ministerie. En dat is een heel serieuze zaak. Dus dat zijn de problemen. Het zijn niet alleen dat wij als overheid de capaciteit niet hebben. We moeten kijken, willen mensen ook werken? Want dat probleem hebben we ook. En hoe willen mensen werken? Willen ze volgens wet en regel werken? Het kost ons veel meer moeite om volgens wet en regel te werken, dan wanneer je alle wetten overtreedt en iedereen mag zijn ding doen. Kuldeep Singh zegt verder dat haar personeel heel hard werkt, vooral de mensen bij de Economische Controledienst. Volgens de minister zijn de ambtenaren onder bijzondere omstandigheden toch bereid het werk te doen.